Welkom bij HVTV. Leon? Ja, we gaan hier. Hey boy. Waar gaan we heen? We gaan naar België. Wat is dit nou, Batman vandaag? Tuurlijk. Ik heb ook nog een Spider-Man die basketbal bij me. Hey, maar ik zie nog een Batman staan. Even kijken. Het is gewoon O'Neal, man. Dus, maar het is wel een Batman mutsie, hè? Ja. Familie. Dit is familie Batman, hoor. Batman en Robin. Oké, okay, nou, ben benieuwd of je ook een beetje bad gedraagt dan... Nee, nee. Wat zeg je? Worden we opgehaald? Nee, we moeten naar de auto lopen. Oh. Nou, joh, die staan als het goed is, staan ze daar een stukje verderop. Als het goed is, staan daar onze busjes nog. Ja, kijk, daar staan er twee, dus dat komt allemaal goed. Ja, het, Hey Bob, ja? Jij toont op dit moment de nieuwste fanwear van HVK RAS Volendam, zie ik. Ja, ik ben er trots op dat ik hem mag dragen voor het eerst. Oké, nou hartstikke goed. We krijgen ook bezoek, zie ik. Dat is het Rode Kruis. Oh, dat is niet de verkeerspolitie. Hallo. Nee, ja, goed. Ik moet gedag zeggen, je moet ontspannen. Je bent niet ontspannen. Je moet ontspannen zijn, echt. Beter, een stuk beter. Kijk een beetje angstig, ik weet niet wat het was. Nou, hè, ja. Dus we gaan ook eens aflopen. Ik denk met de zaklantaarn, hè? Misschien schrik... maar ik sta hier, hè? Ja, misschien schrikt hij af van de kleur oranje, Bob. Nee, kijk even. Ja. Wat staat er allemaal precies op? Het aantal sterren, man. Wat, hoeveel sterren staan erop? 1, 2, 3, 4. Nog eentje moet erin gevuld worden. Dus dat is 5 landskampioenschappen. Dat is de landskampioenschap, denk ik. Wel lef hebben als je dat op die sjaal weet te zetten. Gewoon neerzetten. Ja. Ja, hè? Denk je dat we gaan inkleuren eind van het seizoen? Ja, dat is een retorische vraag natuurlijk. Maar... Jawel, hè. Nou, dan zorgen we dat we dan even de witte stift erbij hebben en dan kleuren we hem even in. Kleuren, hè? Dan maken we het verder met jou. Ik moet je wel bekennen, Bob heeft mij in het diepst geheim verklaard dat alleen maar de Volendammers toe gekomen om een keer landskampioen te worden. Jammer, jammer dat hij dit zegt nu even. Bob heeft heel veel bereikt in zijn carrière. Ja. Behalve. Maar nooit het landskampioen. Behalve die vijfde ster niet. Ja. Hey, ben ik even blij dat die camera dus, draait voor dit. Dus dit straks is... in de finale, ja. Als het om gaat, dan laten wij een paar balletjes extra door. Want wij willen natuurlijk nog een jaartje met Bob verder. Ja, natuurlijk. Ja, we willen Bob niet kwijt, hè. 100% Bob is onze slogan, hè. We hebben ook langs de weg allemaal gezet voor jou, hè. Ja, maar hij heeft wel gelijk, hoor. Ja. In diepste geheim. Oh, die 0% die staat dus voor dat je 0 kampioenschap hebt gehaald. Lekker. En dat grapje diepste geheim. Hey, dat grapje diepste geheim, dat snapte ik al. Dat was een dubbelzinnig, hè. Dubbelzinnig. Diepste geheim. Toen zag jij aan je neus. En dan weet ik precies wat jij ermee bedoelt, hè. Ja, alles door, hè. Nou, we gaan voor de vijfde ster, Bob. Ja, doen we. De dragers van de materialen. Ja, dat is voor mij, Jan. Bob, wat zit je daar naar te kijken? Nou, die stoeltjes lekker ruim. Moet je eens even kijken, zeg. Ze zijn al uitverkocht hier, hoor. Jeetje, mina. Hey Bob, zou hier sprake zijn van een dorp met mensen die last hebben van obesitas of zo? Omdat die stoeltjes zo ruim opgezet zijn? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze zelfs per persoon 2 stoeltjes krijgen toegewezen. Oké. Okay. Yeah!
mooi. Nou jongens, kom op. Actie ondernemen, naar voren, naar voren. Jantjekes, 3 hè? Jazeker. Wat is je record tot nu toe hè? Lions 6. Wat zeg je? Lions 6. Ja, maar dat was een toernooi hè? Ja, dit is ook een soort toernooi hè? Maar lekker speel? Zeker. Dus wat ben je nou aan het doen? Mijn hartstikke aanvallen. Oh, dus geen snot of zo? Nee. Wat zeg je Patrick? Ook wel een beetje. Ja hè? Hé, maar goed gespeeld jongen. Daarom. Super. Tom kan voortaan thuis blijven. Ik zal het aan hem doorgeven.